Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Afgelopen nacht trokken er enkele buien over het noorden en oosten van het land, en die trekken vanochtend dan weg. En we zien op de satellietfoto al dat het vanuit het zuidwesten ronduit zonnig wordt. Vanochtend dus nog een laatste buitje, daarna snel overal droog en volop zonneschijn. Temperaturen gaan ook rap omhoog. Vanochtend was het al 25 graden in Maastricht, en vanmiddag wordt het 28 graden langs de oostgrens, misschien lokaal 30. Maar er waait wel een stevige zuidwestenwind, 4 tot aan zee 6 bovenhoor, en daardoor is het in het westen van het land veel minder warm. Vanavond neemt de bewolking weer toe. En later in de avond kan er in het zuiden misschien een eerste bui vallen. De temperaturen zijn halverwege de avond nog wel prettig. In de nacht dan een aantal buien in het zuidoosten. Die trekken morgenochtend snel weg. En dan hebben we opnieuw te maken met een flinke zonnige periode. Minder wind dan vandaag, maar de temperaturen zijn ook lager, zo'n 20 tot 24 graden. De zondag is een lastige, want er komt een regengebied dichterbij, maar het is onzeker of die ons gaat bereiken. Misschien dus een droge dag met 20 tot 25 graden, maar hou ook rekening met enkele buien. Dat geldt ook voor de maandag, misschien alleen in het noorden, maar misschien ook zuidelijker. Dus de weersverwachting is na morgen behoorlijk onzeker. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.